Dames en heren, Anne de Meester. Dames en heren, oh, u kunt zich voorstellen... ik ben vanavond zenuwachtig, want Henk van Os zit in de zaal. En die gaat mij beoordelen, zo niet terechtwijzen. Dus uh, bear with me. Um, Bjarne Melkaert, inderdaad. Ik weet niet, misschien... Sommige mensen in de zaal, die ook professioneel actief zijn in de kunst, die kennen dat een professionele verliefdheid op een kunstenaar. Die is dus niet erotisch of amoureus of enigszins zelfs maar menselijk, maar die heeft alleen maar met het werk te maken. En ik heb het al sinds jarenlang, sinds meer dan 15 jaar, heb ik een enorme crush op Bjarne Melgaard. Dus niet op deze man, maar op zijn werk. Dat heeft ooit geleid tot enorme. Ruzies van legendarische proporties met mijn voormalige werkgever Jan Hoed, die mij ervan verschuldigde dat ik wel degelijk verliefd was op Bjarne Melgaard. Totaal. Dat was omdat Jan zelf niet zo goed het verschil kon maken tussen professionele en erotische verliefdheid. Ik was daar veel beter in. Uh, maar Bjarne, ik zat. Ja, jez, Bjarne is echt. Ultra gay. Ik bedoel, ook al was ik verliefd op hem, hij is niet eens remotely bisexual. Dus het zou sowieso een onbeantwoorde liefde zijn geweest. Maar dit, dit, mijn korte bijdrage gaat niet over mijn professionele verliefdheid op Björn Melgaard, maar wel op zijn reputatie als een soort serieuze agent-provocateur. Hij is iemand die een soort recidivist is in het ophef veroorzaken. En ik denk dat dat heel voor een groot deel soort bewust-onbewust gebeurt. We gaan even wat kijken naar beelden van meer rustige beelden van zijn werk. Het is iemand die in zijn het is eigenlijk een schilder, een schilder puur sam een enorme uh, stijl en kleurbeheersing, enorme losse, fluctuerende lijn. Maar zijn onderwerpkeuze rangeert eigenlijk van Gauguin en de pre tot samenwerking met Proenza Schuler, een fashion designer, met uh, Noorse black metal bands, met Helly Hansen. Uh, hij maakt, hij gebruikt sculpturen uit Benin. Dus is een zijn scala aan invloeden en bronnen is heel erg breed. En zijn thema's zitten meestal in de hoek van emancipatie... Uh, subculturen die gemarginaliseerd worden... of groepen die niet echt serieus worden genomen in de westerse samenleving. En telkens weer slaagt hij erin. En zonder dat hij bewust op zoek is naar provocatie... ja, hier dus wel, dat is een interview met Leo Bersani... misschien kunnen we verder gaan... Joost, next slide. Hier hoeven we niet te lang naar te kijken. Dit is trouwens geen kunstwerk, dit is een aankondiging van een talk die hij deed met uh, Leo Bersani. Maar dit werk is misschien. Interessanter. Dit is een film die we niet volledig kunnen laten zien. All Jim Queens Deserve to Die. En Jim Queens Deserve to Die heeft één beeld in de hele video wat eigenlijk volledig losstaat. Dat is het beeld van deze man die het armpje van een baby in zijn mond stopt. Dat is een beeld dat heel multi-interpretabel is. Het is niet op zich niet seksueel. Het is geen kinderporno. En toch werd het werk gecensureerd, werd het uit de tentoonstelling verwijderd. Uh, in 2005 of in 2000 en in 2015 opnieuw. Toen was het onderdeel van zijn tentoonstelling... in het Edvard Munch Museum. Want Melgaard wordt nu een beetje gepimpt of gepromoot als zijnde de Edvard Munch van de 21 ste eeuw. En diezelfde video toonde hij opnieuw en opnieuw werd het door de politie uit het museum verwijderd. En ik vind dat heel interessant, omdat het interessant en volstrekt oninteressant, omdat je eigenlijk, het is een hele slechte video. Aan zich als kunstwerk. En telkens weer leidt dat tot extreme reacties. die niks met de kwaliteit en de aard van het werk hebben te maken. maar met één enkele stil uit het werk. Veel complexer is het schandaal dat hij in 2002 in Herford veroorzaakte. Soms werk je ook samen met iemand met wie je, op wie je professioneel verliefd bent. Uh, u ziet daar een wat dikke Bjarne Melgaard en ook, ik ook niet in optimale staat. Maar deze tentoonstelling is verboden door, de, niet door de burgemeester... maar door de Duitse oberstaat op basis van een inbreuk op paragraaf 386 van de Duitse wetgeving. Namelijk mensonwaardige voorstelling van geweld. mensonwaardige daarstelling van geweld. En dat was opnieuw mindblowing dat het überhaupt gebeurde. Want zoals u kunt een impressie krijgen van de tentoonstelling... meer zit er in de catalogus... Waarin hele extreme SM-beelden werden getoond, die je op internet alleen kunt verkrijgen als je op bepaalde websites ook zelf materiaal post dat eenzelfde graad van gruwelijkheid en intensiteit heeft. En wat Bjarne hiermee wou doen, was eigenlijk aantonen dat er op het internet extreme beelden circuleren. Waar je dus heel. waar je access toe kunt krijgen. en die gewoon zich in de openbare ruimte bevinden. Maar door het feit dat hij die publiceerde. in een catalogus. werden ze strafbaar en onwettelijk. We hebben uiteindelijk de rechtszaak gewonnen. tegen, tegen de Duitse Oberstaat van Schoen, de tentoonstelling is heropend. Maar de catalogus is nog steeds verboden. En ik vind dat merkwaardig. omdat deze beelden zijn vrij beschikbaar. op het internet. maar als je ze publiceert. in een kunstcatalogus. zijn ze illegaal. Een heel recent uh, schandaal dat Bjarne heeft uh, veroorzaakt is, is wat esthetischer. U ziet hier deze dame, een hele bekoorlijke Dasha Zukoval. Die zit op een werk van Bjarne Melgaard. En dat werk van Melgaard is eigenlijk een remake, uh, een, een satirische remake van een werk van Alan Jones uit 1965. Jones, de, de blanke dame, aan voor u de. Uh, rechterkant, veroorzaakten toen ook heel veel ophef. het werd gezien als uh, seksistisch, uitermate misogyn. En Jones verdedigde zich toen door te zeggen... ja, maar dat is echt een satire op misogynie. Wat niemand echt geloofde. En, maar nu is het werk ook gecanoniseerd, is het heel erg aanvaard, wordt het gezien als een prototype grensoverschrijdend werk uit de jaren 60. Melgaard heeft daar een remake van gemaakt met een zwarte vrouw, om eigenlijk op twee zere plekken te duwen: racisme en seksisme. En het werk veroorzaakt in een museale context nagenoeg geen ophef. Dan konden mensen zien, misschien is het satire, misschien is het commentaar. Maar toen bleek dat Dasha Zukova. Zij is een uh, Britse-Russische verzamelaar, Britse verzamelaars, eigenaar van Garage, een hedendaagse kunstruimte in Rusland. Ook de vrouw van Roman Abramovic en een society girl. Zij heeft het werk gekocht, heeft het dus in haar salon... en gebruikt het schaamteloos als zitbankje voor fotoshoots... voor Hello! Magazine. En toen heeft dit werk een enorme rel doen ontstaan. Plotseling werd het alleen maar gezien als een zeer racistisch... als een zeer anti-emancipatoire uh, statement. En Bjarne Melgaard die zei niks. Dus ik ben zelf ontzettend benieuwd. Ik heb een heel klein deel van zijn werk benicht. van hoe, hoe dit verder gaat. Ik denk, provocatie is op zich absoluut geen uh, verdienste in de kunst. Loze provocatie is zelfs redelijk verwerpelijk. Maar ik vind het fascinerend als een kunstenaar die eigenlijk heel erg geïnteresseerd is in emancipatie en het naar voren brengen van gemarginaliseerde groepen. er telkens weer in slaagt om die hele publieke opinie. Uh, in beroering te brengen en schandaal na schandaal te veroorzaken, en daar zelf geen enkele uitspraak over doet of geen enkele, op geen enkele manier inzicht geeft in zijn intenties. Bovendien is hij totaal onvoorspelbaar, dus mijn professionele verliefdheid blijft. Dankjewel. wel. meester.